ik teken hier een driehoek ABC. En het is een rechthoekige driehoek, dus ik zal zo ook het symbool voor de rechte hoek bij hoek B plaatsen. Nou, wat is gegeven? Hoek A is 40 graden. De schuine zijde, dat is altijd de zijde die tegenover de rechte hoek zit, dat is 7. En wat is gevraagd? Bereken nou de lengte van BC. Nou, wat ik nog even kan doen ten opzichte van 40 graden is dit. Ja, de aanliggende rechthoekzijde. Dit BC, dat is de overstaande rechthoekzijde. En AC, dat is de schuine zijde. In mijn vorige video zagen we dat je SOS cos TOA kunt inzetten op het moment dat je de hoek weet om naar de verhouding te gaan. De S staat voor de sinus, de C staat voor de cosinus, de T staat voor de tangens. Nou, nu ga ik kijken in deze driehoek. Ik wil de overstaande rechthoekzijde weten. Dus je zou dit op een kladbladje kunnen opschrijven en voor jezelf na kunnen gaan. Nou, de overstaande rechthoekzijde die komt voor bij de sinus en bij de tangens. Nou, wat weet ik nog? Ik weet wat de schuine zijde is. Dan moet ik wel voor de sinus kiezen, want dat is de enige waar allebei die zijdes in zitten. Je wil natuurlijk de zijde kunnen uitrekenen. En je moet ook een zijde kiezen die gegeven is. Dus ik kan nu gaan opschrijven de sinus van 40 graden. Nou, dat is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde, dat is BC. Die weet ik nu juist niet. Gedeeld door 7. Wat kun je altijd in je achterhoofd houden bij dit soort opgaves? Met een getallenvoorbeeld kan ik laten zien. 2 is 8 gedeeld door 4. Nou, op de plek van de 8 staat nu BC en dat wil ik uitrekenen. Je moet jezelf nu afvragen hoe kan ik 8 krijgen met die andere twee getallen. Nou, dat kan ik eigenlijk doen door 4 keer 2 te doen. Dus ik kan hem op deze manier gaan omschrijven. Dat betekent dat BC, die ga ik vrijmaken, gelijk is dat nou 4 keer 2. Op de plek van de 4 staat de 7. Ik vind het zelf altijd mooier om de factor voor de sinus op te schrijven. Nou, dan kom je uit op 5,21 enzovoort. Als je bijvoorbeeld in de vraag gevraagd krijgt rond af op 1 decimaal, dan kun je het nu bijvoorbeeld afronden op 5,2. En dan heb je de vraag beantwoord. Eigenlijk moet je het dus als volgt zien. De sinus van 40 graden geeft je eigenlijk de verhouding. En eigenlijk zou je de sinus van 40 graden dus door een breuk kunnen vervangen. Maar op je rekenmachine, die rekent die breuk uit. Stel het is bijvoorbeeld 3/7, dan maakt je rekenmachine daar een decimaal getal van. Maar eigenlijk reken je met de sinus van 40 graden dus eigenlijk uit in welke verhouding moet dit plaatsvinden. En ben je eigenlijk een soort van kruiselingsvermenigvuldiging aan toepassen om de BC uit te rekenen. Nou, het tweede voorbeeld. Ik teken hier weer een nieuw figuur. Ik teken een rechthoek. Nou, A, B, C en D. Ik teken ook de diagonaal AC. En in het midden van AB ligt punt E. En punt E verbind ik ook met punt C, want daar is ook de lengte van gegeven. Nou, dus als zijdes dezelfde lengte hebben, dan kan ik dat aangeven door bijvoorbeeld twee streepjes te zetten. Daarmee geef ik aan, die lengtes zijn hetzelfde. Deze hoek is 50 graden. De lengte van C naar E is gelijk aan 6. En hier zitten overal weer rechte hoeken. En voor de tekening zal ik het even erbij schrijven. Nou, en wat is nu gevraagd? Even kijken. Bereken hoek BAC. Dus ik zal het hier in het blauw aangeven. Dit is de hoek die je moet uitrekenen. Bij dit soort vraagstukken zeg ik er altijd bij. Wat ik heel jammer vind is dat je wellicht willekeurig gaat rekenen en hoopt dat je goed uitkomt. Zo zou ik het niet aanpakken. Ik zou proberen terug te denken. Wanneer is het voor mij mogelijk om deze hoek uit te rekenen? Ja, deze hoek zou ik bijvoorbeeld kunnen uitrekenen als ik binnen de grote rechthoekige driehoek zou weten wat twee van de drie zijdes zijn. Want we hebben gezien, bij een bepaalde hoek kan ik de verhouding uitrekenen. Maar als ik de verhouding weet van twee van de drie zijdes van een driehoek, kan ik met de arc sinus, arc cosinus of de arc tangens juist weer terugrekenen naar de hoek. Dan ga ik kijken in welke driehoek ligt, hoek BAC. Ja, in een driehoek waar ik eigenlijk nog geen enkele lengte van weet. Nou,
Maar dan heb ik hier een kleine driehoek. Daar is een hoek van 50 graden gegeven en een van de zijdes is gegeven. Dat betekent dat ik hier zijde BE en BC kan uitrekenen met source cos-toa. En als ik dat heb, heb ik zijde BE. Maar die is even groot als AE, dus dan hoef ik dat maar te verdubbelen. En je ziet dat ik vanuit die kleine driehoek dus naar die grote driehoek toe kan werken. Nou, dit doe ik altijd in gedachten. Of ik schrijf op een kladblaadje wat zaken op, voordat ik heel veel werk doe, wat uiteindelijk voor niks blijkt te zijn. Dan weet ik in ieder geval dat ik in de goede richting aan het gaan ben. Nou, hoe ga ik deze opgave nu uitwerken? Je kunt nu als volgt beginnen. In driehoek EBC. Het is mooi als je aangeeft in welk driehoek je aan het werken bent. Wat geldt daar? De sinus van 50 graden is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde ten opzichte van die hoek van 50 graden, is dat BC, gedeeld door de schuine zijde, dat is 6. Kijk maar naar source cos-toa. Nou, we hebben gezien, BC is dus gelijk aan 6 keer de sinus van 50 graden. Eigenlijk is dit letterlijk hetzelfde als wat we bij voorbeeld 1 hebben gedaan. Nou, dat zou ik kunnen uitrekenen, maar wat je heel duidelijk niet mag doen, is hier afronden. Ik werk met drie puntjes en daarmee geef ik aan. Ik ga doorrekenen met het onafgeronde getal van de rekenmachine. Tussentijds afronden kost je namelijk punten. Dus dit is de eerste stap. Dan gaan we naar de tweede stap. In diezelfde driehoek, in driehoek EBC, kan ik ook de cosinus van 50 graden pakken. Want de cosinus, dat is de aanliggende rechthoekzijde, dat is BE. Gedeeld door de schuine zijde, dat is 6. Dit is eigenlijk de andere van de drie, waar ook de gegeven zijde, de schuine zijde, in zit. En dan kan ik verder. BE is dus gelijk aan 6 keer de cosinus van 50 graden. Nou, en dat is gelijk aan 3,85. Dan kan ik weer een stap verder. Dan kan ik zeggen AB, zoals ik net zei. Dat is 2 keer de lengte van BE. Dat is dus gelijk aan 2 keer die 3,85 enzovoort. Dan typ ik op de rekenmachine in, als die 3,85 met al zijn decimalen er nog staat, keer 2. Dan staat er als het goed is ans keer 2, answer keer 2. En dan rekent die door met het onafgeronde getal. Nou, dan krijg je 7,71 punt, punt, punt. En ook dit laat ik weer staan. Nou, dan kan ik weer een stap verder. Dan kan ik gaan zeggen, in driehoek ABC weet ik nu eindelijk 2 van de 3 zijdes. Nou, welke zijde weet ik? AB weet ik en BC weet ik. Dat is de aanliggende rechthoekzijde ten opzichte van de hoek die ik moet uitrekenen en de overstaande rechthoekzijde. Dus nu heb ik de tangens nodig. De tangens van de hoek die ik wil weten, dus ik schrijf op van hoek BAC, ik weet nu niet wat de hoek is, maar ik weet wel wat de verhouding is. Die verhouding, dat is namelijk BC gedeeld door AB. En dat betekent dat ik hem kan invullen, de tangens van hoek BAC. BC, dat was gelijk aan die 3,85. En AB, dat was gelijk aan die 7,71. Ik ga eventjes kijken of dat goed is. Ik heb me volgens mij verkeken, want die 3,85, dat was de lengte van BE. Dus ik ga even kijken, BC, die had ik hier helemaal links uitgerekend, dat is natuurlijk die 4,59. Dus je ziet ook altijd even goed controleren of je het goed aan het invullen bent. En AB, dat was 7,71. Nou, ik adviseer je om de arctangens eigenlijk helemaal te negeren, om hier op je rekenmachine in te typen de tangens van min 1 van deze verhouding. Want we hebben gezien, kijk maar mijn vorige video terug, is de hoek bekend, gebruik je de gewone tangens. Is de verhouding bekend, gebruik je op de rekenmachine tangens tot de macht min 1. Die vind je met de shift-knop. Maar schrijf dat niet op, ga je gewoon direct opschrijven. Ja, dat is ongeveer, hoeken rond je altijd af op 1 decimaal, is ongeveer gelijk aan 30,8 graden. Ik zou dus die arctangens wel in je achterhoofd houden, maar ook dat niet opschrijven, dan kan het je ook geen punten kosten. En de arctangens, als je dat netjes opschrijft, kost je dat geen punten. Maar als je zou opschrijven tangens tot de macht min 1, kan er nog wel eens discussie over plaatsvinden.
Je ziet dat je in deze opgave dus de sinus, de cosinus en de tangens hebt gebruikt. Nou, hopelijk heb ik je nu twee situaties laten zien, waardoor je wat beter weet hoe je met de sinus, cosinus en de tangens kunt werken. Hopelijk vond je het een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.